Ek en Richard van der Westhuizen sing nou al so 30 jaar saam. En een van die lekker goed is, ons gaan redelik gereeld België toe. En een baie, baie goeie ding wat daar met ons gebeur het, is hier so in die begin van die somer, dan voer die Belge een klomp mossels uit vanaf die Noordsee in Holland. Die Zeeuwse mossels noem hulle dit. En ons gastvrou wat ons altijd bij blij daar, Karine de Niel, sy het van my geleer hoe om Belgische mossels te maak. En dit is een redelike proces, so ek gaan dit net vir julle verduidelik, en net nou vat ons het stoof toe, en wys ons vir julle hoe vinnig en makkelijk het eindelijk is. En wat ons het, is ons het lieflike mossels, jy kan hulle gebruik, of die mossels wat, dit op, soos die Engelse sê, aan die full shell is, op die heel skulp, want dan is het eindelijk lekkerder, want dan vat jy die mossels, as jy twee mosselkies het, dan gebruik jy hulle vir een virkie om mee te eet. So mossels het ons, ons maak eers een lekker mengsel aan van een vissaus, en dit is baie makkelijk om te doen, of jy kan, by jou visman, kan jy die viskoppe in die grate koop en alles afkook, want dat is een hengse proces, maar jy krijg die staal blokkies, visaftreksel of visstok, soos ons op goeie Afrikaans sê. So ons het visaftreksel, en dis baie belangrik, fijn gekapte selerij, want dit maak hierdie dis. En natuurlijk kan dit ding nie sonder uie nie, met uie, en dan sit ons tomaties in, net vir een klein kleurkie, en een wiekie hiervan, dit is wat die Maleise noem is danja, of koriander, en is die blare, net so, een smaak wat partij mense hou nie van om julle sê, hy smaak soos seep, maar ek weet nie, dit is een ding wat die Oosterse mense baie gebruik, en die Belge ook. So wat ons gaan doen is, ons meng al hierdie goeders tesame, en dan gaan ons het in een pan doen, die uie eerst braai, en dan die selerij bysit, en dan hier, en dan so lekker blerts wijn, en daarvan gepraat, en mens moet altyd een bykie in die kok sit ook. Dit is een baie lekker wijntje die. So kom ons gaan een bykie stoof toe, en dan wys ek vir julle hoe werk die ding. Kijk. Nou hier is my mengselkie bezig om lekker te borrel. Nou het een mooi lijf gekry, en nou, al wat ons doen is ons sit die mossels kwijt. So makkelijk soos dit. En ons roer hom net so'n klein bykie. En julle gaan nie glo in hierdie vat letterlik. As het 5 minuut is, is het baie. Wat ons dit, en dan sit ons net vir die lekkerte, ons gaan ons hem net nou bedien nog bysit, maar sommer so een paar stukkies koriander. Net dat hy geur kan vang van die koriander ook binnen in. En net nou gaan ons hem, maar so 5 minuut is, soos ek sê, is hulle gaar. Mens kan om die waarheid te sê, kan jy mossels rauw eet. Niks verkeerd doen, hier is eigenlijk maar amper net een opwarmingsproces. En nou gaan ons hulle skep en ons gaan vir hulle vreselijk lekker laat mooi lyk dat julle kan lus raak. Daar sy, sit die deksel op en dan wacht ons 5 minuut. Right, 5 minuut is verby. Nou gee ons om eerst net so'n klein tutselkie wit wijn, net so dat hy kan lyf kry. Ons kan die afhaal. Daar is sy. Een van die dag gaan hulle kameras uitvinde. Die kykers kan laat ruik. Hoe ruik dit? Want as julle kan ruik hoe hierdie maters ruik, dan gaan julle half simpel van hulle raak. Skep een lekker bordjie vol met hulle. Daar is sy. En nou gaan ek sommer op een lekker klompie van hierdie koriander opsit. Mens kan nooit genoeg daarvan opsit nie. En daar is hy. En daar is hy. Belgische mossels. Dit is die lekkerste goed in die wereld. Ek ben so pas terug in België, in Antwerpen, en ik geniet veel van deze mosselen, dat is prachtig, heerlijk, het smaakt heel tof.